Dan zeer snel dat zij de Zilver op de wereldkampioenschappen onder de 23. Als ik het wel heb, zullen zij hier het baanrecord in ieder geval verbreken. En komen nu over de finish. Geweldig, Martine en Marieke. Jaarlijks wordt in Almelo de Kotweg Almelo Regatta georganiseerd door onze roeiclub waar we vroeger hebben geroeid. En we vonden het wel leuk om dit jaar ook weer mee te doen. Dus we hebben dit jaar in een dubbel 2 gestart en vanuit Amsterdam hier naartoe gereisd. Want we roeien nu in Amsterdam bij roeivereniging Neerhuis. En het was wel een inspanning zo even weer een 5 kilometer starten. Want we zijn nu weer 2 weken begonnen. September, begin september is ons nieuwe roeiseizoen begonnen. En we zijn nu weer fanatiek bezig voor het nieuwe jaar. We kwamen hier natuurlijk eigenlijk om het baanrecord aan te vallen. En toen we aan het oproeien waren, toen hadden we een beetje wind tegen. Dus ik dacht van ja, dat is goed, want dan hebben we straks wind mee. Maar toen we aan het roeien waren, was die wind toch een beetje weggevallen. Dus ik dacht, oei, gaat het wel goed? Maar uiteindelijk hebben we hem toch kunnen pakken met... Hoeveel seconden hebben we gepakt? Ja, 19:30 was de tijd en hij stond op 19:52. Dus we hebben hem inderdaad 22 seconden eraf gehaald. Ja. Wat we eerst gaan doen is gewoon zo hard mogelijk varen dit seizoen. En je moet altijd weer opnieuw je plekje proberen te bemachtigen. En aan ons is de taak gewoon om altijd hard te varen en overal goed voor de dag te komen. En dan is het maar de vraag wie er wordt uitgenodigd voor eventueel een project... voor de wereldkampioenschappen, maar ik ga er zeker voor trainen om dat te halen. En ik ook. We zijn nu nog aankomend jaar nog steeds onder 23, dus we gaan nog steeds het onder 23 traject in. En dus we kunnen als we fit de winter doorkomen en we blijven presteren, dan kunnen we misschien meedoen aan nog een jaar op het WK onder 23. Dus dat zou heel leuk zijn en we zijn daar wel bloedfanatiek voor aan het trainen. Dat is een hele grote pot lichte dames, dus het wordt wel spannend. Ja.